ze bleven het de tijd goed doen, wat dat betreft. Ja, Van der Gijp vooral sterk. Ja, ik wil Wiljan een heel goed gemeend advies geven. Ja? Laat hij in godsnaam mij blijven imiteren, want voor het eerst van zijn leven is hij te begrijpen. En hij praat niet zo snel. Hele duidelijke taal. Manelef is fit volgens mij. Manelef is fit. Ja, dan gaan we weer genieten. Dan ga je kijken, hè? Tuurlijk. Ja, heel goed. Ruud Gullit, daar moeten we zeker ook even over praten. Die gaat naar een staat. Nou ja, laten we het erop houden dat daar nog van alles kan gaan gebeuren. We praten er zo meteen over na de reclame. Kunt u ook vragen stellen op www.rtlvoetbal.nl. Tot zo. De menigte hier in de studio van Voetbal International. Johan Derksen, Emiel Schelvis en René van der Gijpen. René, wat dacht jij toen je hoorde dat jouw grote vriend Ruud Gullit afreist richting Tsjetsjenië en Grozny zijn kunst gaat vertonen? Nee, maar daar hebben wij het wel eens vaker over, weet je. Dat soort dingen doe je niet. Ik bedoel, er zijn twee mogelijkheden waarom je het wel zou doen. Dat is omdat je thuis niet aan je zin hebt en op het einde van je bankrekening in zicht is. Ja. Maar, of allebei. Maar kijk, waar die naartoe gaat. Ik bedoel, je zag dat fotootje van die drie idioten met die petjes op. Ja, ik heb ze op tv gezien. Ja, dat zijn gewoon oorlogsmisdadigers. Die mensen worden gewoon gezocht door mensenrechtenorganisaties. Mm. Wij hebben een keer tegen elkaar gezegd dat wij samen een YouTube-filmpje zaten te kijken van zo'n raar idioot met zijn witte jurk aan en zo'n gelaat op zijn hoofd, die over zijn neef aan het rijden was in de woestijn omdat hij zo de sleutels had laten liggen ergens. Ja. En dat werd er als volledig normaal beschouwd. En toen zeiden wij nog tegen elkaar, zou je in zo'n land willen werken? Waar dit soort idioten aan de macht zijn, die het nog voor het zeggen hebben ook. Toen zeiden wij eerlijk tegen elkaar, voor geen goud. Nee. Echt voor geen goud. Echt, je moet toch Lang is dat geleden? Dat was 3 maanden terug of 4 maanden terug. Maar je moet toch ook een beetje, zeg maar, kunnen vinden in wat er in zo'n land gebeurt. Ik bedoel, waarom denk jij dat Hiddink niet naar die voorkeurs gaat als bondscoach? Dat durft hij niet. Denk je nou werkelijk dat Hiddink daar 5 miljoen euro netto op zou durven halen, terwijl 80% van de bevolking niet tevreden hebt? Dan kan je toch niet. Maar diezelfde Hiddink heeft hem geadviseerd, zegt Ruud. Die heeft gezegd, moet je doen. Kom op, man. Johan, want ik wil, Kees Jansma zat vanmiddag bij mij in het radioprogramma. Die zei van, er moeten adviseurs nu komen, die moeten Gullit duidelijk maken dat dit absoluut niet kan. Nee, toen ik hierheen reed vanavond, of vanmiddag, toen hoorde ik Frits Barend op de radio bij de AVRO in een live programma. En die, concurrentie is dat meteen, maar ga door. Ja. Dat maakt niet uit. Die vond dit het hoogtepunt van de week. Want hij zegt, dit is zo goed dat Ruud weer trainer is. Want nu wordt alles bekend over Tsjetsjenië. Die draaiden het om. Maar ik vind, als je wat innerlijk fatsoen hebt, dan ga je niet een zak met geld halen in een land waar de mensenrechten geschonden worden. En op een manier, ja, niet te geloven. Het is wel erg naïef om daar in de armen te vallen van een of andere dertiger die plotseling multimiljonair is en altijd met een stengun op zijn schouder loopt. Dan ga je toch afvragen, hoe is die man miljonair geworden? En kan die man maar ongestraft met een stengun rondlopen? En hoe kan zo'n jonge jongen zomaar een club bezitten? Nee, Gullit gaat er gewoon heen. Martelingen, alles schitterend. Het is verschrikkelijk. Als je nu Amnesty International aanklikt, dan krijg je alle informatie over Tsjetsjenië. En ieder fatsoenlijk mens zegt daar wil ik niet wonen, daar wil ik niet werken. John van Roosmaal uit Breda, hoe kan dat nou? Want Gullit gaat daarna naartoe. Maar bijvoorbeeld Ernie Brandt zat in Iran. Ariaan zit in China. Maar dat is toch niet met elkaar te vergelijken, hè, dit soort landen? Want ik bedoel, dat is toch, alhoewel Iran natuurlijk. Dat zijn ook discutabele landen wat mensenrechten betreft. Maar niet in orde van grootte zoals in Tsjetsjenië. Nee. Volgens Kadyrov zijn vrouwen er vooral om kinderen te baren, staat in een artikel onlangs. Hij gebiedt vrouwen hoog. Ja, zo zie je maar dat die mensen ook best af en toe zinnige dingen zeggen. Ja. hij roept mannen op meerdere vrouwen te nemen. Nou, daar sta je dan ook wel achter, denk ik. Nou, ik krijg al steeds meer begrip. Hij sprak eerder dit jaar zijn zege uit over nog 7 onopgeloste moorden op 7 vrouwen, want die waren verlossen. Er lagen onlangs een paar 7 vrouwen dood op het plein daar, naakt in Grozny. Dat hij zegt, ja, maar die vrouwen hebben er zelf om gevraagd, die zijn van
verlichte zeden. Hij propagandeert ook dat die vrouwen gewoon afgemaakt mogen worden. Jawel, maar ik vraag me af. Ik denk dat Ruud zo naïef is dat hij gewoon niet op de hoogte is. Want ik denk als hij door de PC Hoofdstraat kuiert, dat hij niet lastig gevallen wordt met de problematiek van Tsjetsjenië. Maar als je daar een contract tekent, dan zou ik me eens voor laten lichten. En in Nederland heb je diverse instanties die je haarfijn kunnen vertellen hoe de situatie daar is. En als je dit soort verhalen hoort en als dit de visie is van de leider van het land, dan ga je daar toch niet heen. Nee, zeker niet een man die ooit heeft gezegd, Nelson Mandela is mijn held. Ik bedoel, dat staat nogal haaks op elkaar. Ik ben wel benieuwd hoe hij gaat spelen daar. Ben je ook zo benieuwd? Nee, zeker niet. Nee, daar ben ik heel eerlijk in. Nee, om dan. Daarbij vind ik het ook pure armoede dat zo'n grote voetbalman, nou, Gullit, nee, dat hij kiest voor zo'n clubje. Ik weet wel, hij is niet erg succesvol geweest als coach. Dus de clubs in de grote voetballanden, die zitten niet meer op hem te wachten. Maar dan kun je toch nog beter naar Griekenland of naar Turkije naar een club gaan dan in zo'n land. En ik vind dit echt een afgang dat Ruud Gullit bij zo'n club in een bananenrepubliek werkt. Hij zegt zelf, ik kies nooit de makkelijke weg. Ik hou van risico's en hij had geen kiezen. Ging kiezen. Ik zeg je, Tsjetsjenië gaat ook het WK nog organiseren. Een keer. Nee, maar ook het is nog eens levensgevaarlijk daar op straat ook. Ik bedoel, het is echt verschrikkelijk daar op dit moment. Hij begrijpt het echt niet. Ik bedoel, hoe kun je dit nou in hemelsnaam doen? Maar we weten één ding zeker. Hij heeft nog bij geen club zijn contract uitgediend. Nou, dat blijft zo, want dat doet hij hier ook niet. Maar krijgt hij zijn geld mee, denk je dan? Als dat geld niet al naar Amsterdam overgemaakt is. Het is geen land waar je met de vuist op tafel bij die meneer gaat eisen dat je geld wil. Nee. Nee. Niet dat je Kadirov zegt van nou even heel goed luisteren. Nee, ja, je hebt een bankgarantie, alleen die bank is van hem. Ja. Hij tekent graag. Ja. Nou ja, gaat toch nergens over, man. Zou Gullit ook zo'n petje op moeten? Geen idee. Nou, ik begreep ook nog weer dat hij niet de hele week daar hoeft te zijn, dat hij zo nu ook nog op en neer kan vliegen. Daar is hij erg succesvol mee geweest bij Chelsea. Dat hij de hele week op terras zat in Amsterdam. En dat hij voor de wedstrijd invloog. Maar daar waren die voorzitters ook heel snel zat. Ja, maar voordat je terug in Amsterdam bent, moet je alweer terug naar Grozny, lijkt mij, om dat stuk steeds te overbruggen. Kijk, is er geen rechtstreeks dit leidt tot niets. Dit had hij niet moeten doen. Nee, maar ik kan me niet voorstellen dat Guus Hiddink tegen hem zegt, jongen, dat is een prachtig land, tuurlijk. Daar kun jij je boodschap kwijt. Nee. Of hij moet hekel aan hem hebben. Je grote boodschap misschien. Ja? Hey, of hij moet hekel aan hem hebben. We zitten eraan te komen. Ja. Hij had lekker bondscoach van leuk land. Als je de band al aan het lachen krijgt, dan ben je humorist, toch? Ja. Je zit al avond in. Ja. Zou die dan ook werken op het moment dat we die knudder zo bij jou invullen? Oh ja hoor, ik vul er zo 10 in. Ja? Ja. Dus deze kunnen we ook zo in het tekstbonnetje misschien voor... Ja, ja zeker. Oké, nou, we gaan het allemaal horen. Maar denk je ook dat er nog steeds, dat er nu nog mensen gaan adviseren, Ruud, doe het nou niet? Of gaat hij niet meer op zijn schreden terugkeren? Nou, ik ben bang dat hij niet meer terug kan. Maar ik denk, mensen zijn verrast door deze keuze. Ik wist niet wat ik hoorde. En ik denk dat iedereen die me vanaf had kunnen houden, dat wel gedaan had. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat hij dus aan de telefoon daar gaat hangen en zegt wat hier allemaal mis is. En dat hij dat aan Frits vertelt. Ja, maar kijk, Frits is een totaal subjectieve journalist. Die is een vriend van Gullit. En alles wat Gullit doet, heeft Frits zijn verhaal bij dat het top is. We gaan even door met andere Nederlanders in den vreemde. Dan hebben we het over Huub Stevens samen met Eddie Achterberg. Ja, Huub wil niet aan de lijn komen. Hij zegt het is een storm in een glas water. Maar ze schijnen elkaar op hun gezicht hebben geslagen, hè, na een wedstrijd. Nou, laten we zo zeggen, we kijken er niet van op. Nee, we hadden laatst die beelden ook, dat ze aan het coachen waren. Toen riep je ook al, René, van... Nee, maar dit zijn 62'ers. Die moeten toch... Ja, maar ja, het zit er misschien niet meer in bij hun, maar je moet toch een keer normaal gaan doen, joh. Kijk nou. Ja, dit waren beelden. Het is net alsof die gewoon in het weekend losgelaten is, joh. Dat, kijk, Eddie doet hem gewoon na. En Ton is er ook nog, toch? Blokhoff? Ja, maar Ton maakt zich niet druk. Nee, hè? Ja, maar je kunt je er iets bij voorstellen, Johan, dat gebeurd is? Nou, Huub is heel opvliegerig en Eddie heeft eigenlijk een vergelijkbaar karakter. En als ze dan een keer een meningsverschil hebben en dat botst... Ik heb eens een keer met Barbara Barend en Heerenveen in de gang gestaan in de rust met zo'n camera. Wordt het nu leuk of niet? Ja? En toen stonden ze achter en... Binnen Huub ging te keren, het was niet te geloven. En er vielen klappen en er gebeurde van alles. Nee, hij slaat mensen, hè? Ja. En dan gaat er zo'n belletje dat ze weer naar buiten moeten komen. En dan zwaait de deur. En dan komt er een glimmende Huub naar binnen en zegt... Hey, joh, was goed. Een minuut ervoor gebeurde de vreselijkste dingen. Ja. Daarom is het toneel. Het is toneel, het is over de top. Ook de manier waarop hij, dat heb ik al vaker gezegd trouwens, naar die grensrechter, dat is over de top. Dat deed hij bij Roda ook een keer, weet je wel. Dan liep hij als een gek achter die grensrechter aan. Toen kwam hij in beeld en dan was het lachen. Dat slaat nergens op. Maar hoe was het hier als speler dan in die tijd? Hetzelfde. Ook zo, ja, over de precies top? Precies,
Precies hetzelfde. Dan stond je 9-0 voor op de training. Dan werd er 9-1 gemaakt. Dan ging hij achterna. Ik dacht, ja, die is niet goed. Nee. Die is niet goed. Ja, wat moet je ermee? En wat zei je dan? Ja, niks. Ja, weglopen. Hij is nog gevaarlijk ook. Ja, hij is nee, hij is levensgevaarlijk. Ja. Maar, en er was er niemand, Hans Kraaij of zo, die zei van... Nee, ja, die was niet... Nee. Beetje rustig. Nee, dat was niet de temmen, die Huppie. Nee. Ja, maar die kleine, die Achterberg, die slaat er niet op zijn gezicht. Dat doe je toch niet? Nee? Dat kan je niet maken, nee. Nee, maar ik moet er toch aan toevoegen. Ik weet niet hoe dat daar gegaan is. Eigenlijk mag ik Huub wel. Ja. Nee, maar ik heb heel prettig met hem samengewerkt hier, jarenlang. En ik vond het een hele prettige collega. Ja. Maar inderdaad, als je onder stress komt, is het een ander mens. Nou, we krijgen straks het vervolg daar misschien van. Hij wil dus niet aan de. Hij zegt het valt allemaal wel mee. Dus het zal niet zo'n hele harde klap zijn. Ja, maar dit is nou weer niet sterk. Je moet in goede en slechte tijden aan de telefoon komen, weet je wel. Want er is iets gebeurd. Nou, leg het dan uit wat er gebeurd is. Ja, daar heb je helemaal gelijk in. Goede en slechte tijden. Nou, dit programma zit op dit moment in redelijk goede tijden. We moeten vanavond die vrijdag.